Sinds de VVD aan het roer is, betalen we overal belasting over. En nu gaat ook de vakantietoeslag eraan. En dat betekent voor u daar op de bank dat u die Turkse all-inclusive wel op uw buik kunt schrijven. Ik ben net een pepermuntje aan het eten. Eet smakelijk. Dank je. Erg dat we nu nog meer belasting moeten gaan betalen, hè? In de vorm van vakantiegeld, nota bene. Ja, ik zag het ook vandaag. Het vakantiegeld wordt aangeslagen. Het is heel raar hoe u nou praat met een pepermuntje. Een soort van robotachtig. Ja, maar ik vind het zo flauw om tegen jullie te zeggen: doe de camera uit, stop met het interview, want ik heb een pepermuntje in mijn mond. Ik vind het onbegrijpelijk dat nu de kiezer, de VVD, die altijd de verkiezingen ingaat met minder belasting, dat die nu de belastingen gaan verhogen, zodat mensen met middeninkomens tot 12% van hun vakantiegeld kwijt zijn. Ja, het vakantiegeld, daar moest je tot nu toe 42 of 52% belasting over betalen. En dat wordt nu verhoogd naar 44%, 48% en voor de wat hogere inkomens zelfs naar 56%. Is die weg? Nee, is nog niet weg. Je kan gewoon door blijven gaan. Wij hebben altijd zeer kritisch tegen deze regering gezegd. Die belastingen zijn echt veel te veel uit de kluiten gewassen. Dus we zo snel mogelijk een ander systeem met veel lagere belastingen. Voor jou, voor mij, maar vooral voor de kijkers. Waarom in die volgorde? Ik zei voor jou, voor mij en voor de kijkers. Dus de kijkertjes als laatste? Ja, natuurlijk. Kijkers. Bijzaak. Kijkers. Wat heb je nou aan kijkers? Het zijn je kiezers, hè? Oh ja, nee, dat is toch wel belangrijk. En het bijzondere is dat het belastingplan altijd midden in de nacht behandeld wordt. Deze keer zijn we om 11 uur 's avonds begonnen met behandelen van het belastingplan. We waren om 3 uur 's nachts klaar. Ja, en dan slaapt het volk. Pas als vakantiegeld uitgekeerd wordt, dan komen ze erachter van ja, waar is mijn geld? Met name vindt men, zegt voortdurend welke belastingen er zogenaamd omlaag gaan. Maar je ziet dat er heimelijk ook heel veel belastingen weer omhoog gaan. En in dit geval betekent het dus dat je vakantiegeld harder aangepakt wordt. Het laatste jaar dat de VVD nog voor de werkende Nederlander was, was misschien wel toen u daar nog in dienst was. Ja, dat zou je zo ongeveer wel kunnen zeggen. Ja, ze pakken alles van Nederlanders af. Ja, net nu de belastingschijven weer wat geïndexeerd worden, zou zeggen gauw erop vooruit. Nou, niet dus. Hoe moet dat nou met de vakanties van de familie Bashir? Dat zit wel goed. Jij verdient natuurlijk heel veel geld. Ja. Uiteraard. Geen middeninkomen. Uiteraard, Kamerleden verdienen heel veel geld. Wij leveren dat in bij de SP. Ook vakantiegeld? Ook het vakantiegeld. Levert dat ook in? Dat wordt ook ingeleverd. En daardoor worden de mensen met een middeninkomen het hardst getroffen als het gaat om het vakantiegeld. U heeft geen middeninkomen, hè? Want u bent een zakkenvuller, dus u heeft er geen last van. Nou, ik ben bang als ik het staatje zie dat we gewoon ook er niet aan ontkomen, dat ook vakantiegeld naar beneden gaat. Dus u kan dit jaar niet naar Benidorm? Nee, was ik sowieso nog niet van plan. Ik heb mijn hele zomervakantie nog niet geboekt. Maar dat zal iets meer dicht bij huis worden. Jammer, hè? Nou ja, voor de mensen dicht bij huis. Nou, voor hun heel fijn.